Deze flitspaal in de berm van de Monsterse weg staat er nu 1,5 jaar en is kennelijk niet bij iedereen bekend. Omwonenden van de paal staan niet gek te kijken van het hoge aantal verkeersboetes. Nee, dat verbaast mij totaal niet. Zeer verwacht. Voor die rotonde of de flitspaal staat de borden van 50 verplicht 50 km per uur. Maar die mensen boeien niet, interesse helemaal niet. Nou, ik vind ook zonde van geld, maar ja. Nee, dat verbaast me niet. Hier komen veel motorrijders die geven nog extra gas die naar het strand toe gaan. Met als gevolg dat er een bekeuring aanhangt. Ja, het is hier echt een racebaan. Echt s'avonds laat vooral, dan komen ze echt doorrijden met een rotgang. Het is echt bizar. Een buurvrouw heeft 15 jaar bij gemeente en provincie gevraagd of de paal er alsjeblieft mocht komen. Na haar vakantie in december 2014 is de opluchting dan ook groot wanneer de paal er eindelijk staat. Alleen blijft de Monsterse weg een racebaan. Vooral ook nu motorrijders, maar ook gewoon nog auto's die 140 of zo hier zo voorbij racen. Vooral als er dus een auto stilstaat. Ongelooflijk dat je echt zegt van hallo. Stel dat de gemiddelde boete op de Monsterse weg 60 euro is, dan heeft de flitspaal vorig jaar ruim 2 miljoen euro opgeleverd.